Welkom luisteraar bij deze archetoog over Keltische elites of ruimer elites uit de metaaltijden. Ik ben Erin Meijlemans. En ik ben Hilde Verbova. Onze archetoog staat opnieuw in het gezellige café Den Aker in Lint, met dank aan de gastvrijheid van de heemkundige kring hier. En in deze reeks zetten we de Kelten in de schijnwerpers, mensen die pakweg 3000 jaar geleden in Europa leefden, ook hier. Vooral taal verbond deze mensen met elkaar, dat hoorden we al eerder in de vorige aflevering. Maar in deze aflevering gaan we kijken naar de pracht en praal van de Kelten. Daar is een speciale reden voor, want in die Keltische maatschappij herkennen we het uitgesproken bestaan van een elite. Hoe was die Keltische maatschappij opgebouwd? Wie zat er in die toplaag? En hoe breed liet die toplaag het hangen? En daarover gaan we praten met Sascha van der Vaart Verschoof en Guy de Mulder. Sascha, jij doctoreerde enkele jaar geleden met een onderzoek naar de elites van de vroege ijzertijd. Hè? Dus ruimer dan de periode van de Kelten, uiteraard. Periode, laten we zeggen, 800 tot 500 voor Christus. Een van die speciale sites die je daarbij bekeek, waar je ook prachtige juwelen van bij hebt eigenlijk, niet de echte juwelen, maar replica's, was het beroemde graf van Os, gevonden bij Sertogenbos. Maar ook andere graven. Van waar die interesse voor die graven en dat onderwerp? Die interesse is tijdens mijn studententijd ontstaan, toen ik als stagiaire werkzaam was op het Rijksmuseum van Oudheden, waar de vondsten van het vorstgraf van Os in de collectie liggen. En ik was dat graf aan het uitzoeken en klaarleggen voor tentoonstelling. En ik zag allemaal dingen die ik niet herkende uit de literatuur, dingen die ermee objecten waren gedaan. En ik was door gegrepen van wat waren die objecten en waarom waren ze op die manier in de grond gekomen. En dat is eigenlijk voortgaan zetten tot een masterscriptie en daarna een promotieonderzoek. Ja. En dat was een heel puzzelwerk, denk ik, hè? Want dat is enorme puzzel. Ja, dus heel veel materiaal, maar heel weinig context, dacht ik. Hè? Correct. Verreweg de meeste van deze graven, van die hele rijke graven uit de IJzeren tijd, die zijn of bij toeval gevonden, of ze zijn meer dan 100 jaar geleden uit de grond gekomen. Waarbij, als het een opgraving was, was dat niet een opgraving zoals wij vandaag de dag zouden doen. We hebben ook in heel veel gevallen dat er een baron op een middag naar buiten ging en dan 16 van die grafheuvels opentrok en alle vondsten die daaruit voortkwamen op een hoop gooide. Dus we hebben meestal alleen de spullen die eruit kwamen en heel weinig informatie over hoe het uit de grond kwam. En het vorstgraf van Os is daar dan eigenlijk een van de uitzonderingen op dat het wel in de jaren 30 door professionele archeologen is opgegraven. Dat is toch wel een belangrijke site. En door het puzzelwerk, door alles bij elkaar te brengen, kan je toch nog heel veel informatie eruit halen. Correct. Ja. Jij noemt jezelf ook de overdressed archaeologist. Je ziet er ook wel piekfijn uit, moet ik zeggen. Dank je wel. Is het gebaseerd op Keltische... Totaal niet. Nee, hey, totaal niet. Ik draag wel vaak archeologische sieraden, maar de rest van de tijd... Heel leuk. Guy de Mulder, jij bent professor metaaltijden aan de Universiteit van Gent. Jij bent vooral bezig met die bronzen- en ijzertijd, niet alleen in Vlaanderen, maar ook over heel Noordwest-Europa. Heel wat contacten, denk ik ook. Recent hebben jullie ook die onderzoeksbalans van de metaaltijden afgerond. Ook een beetje een monnikenwerk, denk ik. Een stand van zaken van het onderzoek eigenlijk van de laatste 10 jaar eigenlijk bijgevoegd, want er was al een onderzoeksbalans ervoor. Maar een algemene vraag misschien van, want dat onderzoek de laatste jaren is denk ik wel sterk geëvolueerd van die metaaltijden. Kan je dat misschien even kort schetsen van hoe dat die onderzoeksdiscipline zelf is geëvolueerd in de laatste 20 jaar, laten we zeggen, of ervoor zelfs? Goh, ik denk dat als je vergelijkt met vroeger als ik als student ben afgestudeerd, is wel de impact van Malta-archeologie. Dus de schaalvergroting die je gekregen hebt, waardoor je heel veel meer opgravingen zijn, grotere oppervlaktes. Je krijgt meer data, je krijgt ook beter inzicht in een landschappelijke positie. En dat is één stap. Het tweede aspect is ook meer en meer de inbreng van natuurwetenschappen in het archeologisch onderzoek. Dus wat Shasta daar juist al zei, heel veel van die oude vondsten, maar nu met natuurwetenschappelijke benadering kun je nieuwe data krijgen. Dus er is heel veel vooruitgang geboekt op C14-datering, radiokoolstofdateringen, op crematieresten, die dat vroeger niet kon. Krijg je totaal nieuwe inzichten.
zie dat grafvelden heel veel langer doorleven dan we denken op basis van de materiaalstudie. Isotopenanalyses, dus het strontiumanalyse dat men nu doet, kun je achterhalen wat mensen eten, van waar het voedsel vandaan komt. Ja, en dat is ook op materiaal uit de beenderen eigenlijk, hè? Ja, dus zowel het crematie als... Dat is puur labowerk natuurlijk, ja. Maar ja, strontium is een bestanddeel van menselijk bot. Dus dan, dat komt uit de ondergrond, komt via het voedsel, neem je het op. En zo kun je die signalen gaan analyseren. Ja. Je kunt dat ook voor metalen doen. En een van de zaken die ook niet heel spectaculair is, is natuurlijk het oud-DNA-onderzoek. Daar komen pakken nieuwe informatie, waar je eigenlijk heel diep kunt gaan. Hè. Je kunt dus effectief bijna tot familiaal verband gaan kijken, generaties in grafvelden vastleggen. Dat is echt complete nieuwe inzicht. En migratiestromen en... Misschien moeten we ook iets voor jullie beiden uit de weg helpen. We hebben het vorige keer ook met Herman Klerings en Peter Schijver gehad over de taal en de eigenheid van de Kelten, waar het bleek dat zij ook direct toewezen aan een elite laag, eigenlijk meer een mode, een stijl. We hebben in de vorige gesprekken gehoord dat jullie niet zo fan zijn van het begrip Keltisch. Misschien even duiden waarom allebei. Voor een stuk ga ik wel mee akkoord. Ja, Keltische taal, als je kijkt naar op welk het niveau zich situeert, lijkt het wel iets elitair te zijn. Maar of dat je zich dat daarom als een puur Keltische identiteit moet zien... Het blijft een soort van containerbegrip. Het blijft een soort van containerbegrip. En Sascha? Nou ja, alles wat Guy zegt, plus het feit dat... Als je bijvoorbeeld Kelt invoert op Google, dan krijg je alles van de bronstijd tot aan... De moderne, Keltische gothics, et cetera. Het is een term die zo breed uitgesmeerd is dat het eigenlijk niks meer zegt, wat mij betreft. Maar mensen denken wel dat ze weten wat het betekent. Ja. Dus daarom moet je altijd voorzichtig zijn in het gebruik. Ja. Misschien moet je bijna denken aan een situatie in België, 19e, vroege 20e eeuw. Als je iemand wilde betekenen sociaal, of je was sociaal iemand, sprak je Frans. Hè? Ja, misschien had dat Keltisch, of die Keltische taal, binnen die netwerken die we zien op een Europees vlak, dat een soort van uiting is van sociale status zoals we in België gekend hebben. Hè? Dus als je naar de bakker ging, dan was het in het Belgisch, of Vlaams laten we zeggen, maar als je met vrienden afsprak en een glaasje wijn ging drinken in de bistro, was het in het Keltisch. Ja. Misschien wel. En dat brengt ons bij het thema van de elites, hè, waar we het vandaag over gaan hebben, die sociale status, die hogere sociale status, dat connoteren we dan met elites. Elites, dat betekent ook dat er een sociaal onderscheid is in een samenleving, dat is iets wat abstract is, je hebt verhoudingen tussen groepen, tussen mensen. Nu, is dat iets wat ook in materiële resten, in sporen, structuren, op sites bijvoorbeeld, kunt herkennen? Iets wat het dan minder abstract maakt, maar waar je eigenlijk concrete uitdrukkingen van die sociale hiërarchie zou kunnen in terugvinden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan nederzettingen, waar je misschien een onderscheid kunt zien tussen rijkere mensen die ergens wonen. Als je kijkt naar zowel België als Nederland, is nederzetting is beperkt. Je hebt natuurlijk het site van de Kemmelberg en een aantal andere hoogtesites zoals Kooihem, Kesselberg en Kester. Maar het meest onderscheidende element zijn wel de graven. Dus waar je toch ziet dat er in vergelijking met de andere grafvelden, zelfs we kennen de traditie van urnengrafvelden, dan zie je een aantal grafvelden verschijnen zoals Os, met exotische elementen uit importmateriaal. Ook een concentratie grafmonumenten die ook al imposant zijn. Dus daar zijn toch wel een aantal elementen dat je ziet dat een aantal mensen zich omwille van sociopolitieke, socio-economische redenen zich gaan onderscheiden van de rest van de bevolking. Je hebt ook de site van de heuvel van Kemmelberg vernoemd, de West-Vlaamse heuvels. Het is een heel belangrijke site geweest, hè? In de ijzertijd. Ik denk dat het momenteel was als de belangrijkste site van de ijzertijd. Het is in de jaren 60 ontdekt door amateurarcheologen die motocross volgden met de erosie. Okay. En zo zijn ze eigenlijk op ijzertijdsporen gekomen. We weten dat er een complex is van grachten en wallen die niet meer bewaard zijn, maar die kon je in de sleuven uithalen. Maar het meest essentiële element die het verschil gemaakt heeft, is wel een reeks vondsten van klein materiaal, een Attische scherf. Een stukje bronsbeslag van een Etruskisch bekken. Dat is dus uit Griekenland. Het is een Griekse scherf. Het is heel klein, het is maar een pink groot, maar ze is geïdentificeerd zelf geweest door iemand uit het Museum van Athene in der tijd. Dus, maar je ziet wel dat de personen die daar leefden toch wel contact hebben in een netwerk
Vanuit Kemmel bij goed weer zie je de pannen liggen. En de pannen kenden men materiaal van de zoutproductie. In de pannen zijn er effectief een aantal zoutproductiecentra teruggevonden. Hè? Wat zou dan het belang van dat zout kunnen zijn? Van die handel in zout? Voedsel, zout is bewaring, conservatie. Conservatie. Dat is heel duidelijk. Zoals wij het nu ook pekelen. Maar ook als smaaktoevoeding. Hè? Je ziet eigenlijk in de ijzertijd de zoutproductie toenemen. Maar met die analyse van die strontiumisotopen dat er is gebruikt, zie je ook dat de zoutconsumptie toeneemt bij de bevolking. Hè? Men spreekt wel eens van het witte hout. Maar het is duidelijk dat het ook in die netwerken een heel belangrijke rol speelt. En ja, in eerste instantie denk je aan conservatie, maar het is natuurlijk ook een smaakmaker. Hè? Ja. Nu, typisch ook aan die sitten is dat die telkens wat hoger gelegen zijn in het landschap. Kemmelberg is er zo eentje, ja. Kooghem is er ook zo eentje. Kester, Kesselberg, het er al een aantal vernoemd. Ja. Ik vermoed dat dat ook wel een speciale betekenis moet hebben gehad in die periode. Zocht men die sites bewust op? Voor een stuk is visibiliteit. Hè. Als je hoger zit, bij Kemmel kun je gaan stellen van er is controle op de kust. Maar Kooghem ligt net aan de rand van de gezichtshorizon van op Kemmel. Plus Kemmel en Kooghem hebben ook een aparte relatie. Je hebt de fameuze rood beschilderde Kemmelwaar, die je terugvindt op de meeste van die hoogte sites. Het aardewerk, ja. En die vind je, de grootste concentratie zit nu juist op Kemmel en op Kooghem. En dat aardewerk vind je niet terug op de gewone bewoning zitten, zei ik. Op gewoon wat er eigenlijk gewone boerderij stond in de valleien of zo, daar vind je dat niet terug. Dat vind je bijna niet terug. Het is echt wel gerelateerd aan die... Maar iets anders wat je ook hebt natuurlijk is controle. Dus Kooghem heeft een heel mooie zicht op de vallei van de Schelde. Dat heb je met Kesselberg ook, waar je de Deilen. Dus je ziet dus, men controleert dus ja die rivieren die assen zijn. Dus er zit een beetje een militair aspect aan, zo zicht, controle over bepaalde, misschien ook handelsroutes, hè, controle over handelsroutes. Maar was er ook bijvoorbeeld bewoning aan die sites gekoppeld? Er moet bewoning zijn. Op Kooghem heeft men een aantal vondsten gedaan waarbij je ziet dat er eigenlijk ook silo's aanwezig waren, dat er een structuur die men in de tijd geïnterpreteerd als een potentieel soort wachttorentje of zo. Er is duidelijk bewoning wel geweest, maar men heeft in vergelijking met een aantal andere Europese sites weinig interne sites opgegraven. Maar de sporen die hebben wijzen wel op bewoning. Ja. We hadden het in de vorige aflevering ook over die grote oppida, buiten ons gebied eigenlijk, waar wij een beetje aan de rand zitten, zoals Huinenburg, Molaswa. Dat zijn echt protostedelijke kernen allemaal. Dat was echt bewoning, ambachten, vrij veel volk uiteindelijk die er woonden. Strikt genomen zijn het geen oppida. De term archeologisch oppida fenomeen van de tweede, eerste eeuw voor Christus in Centraal Europa. Maar als je zeker kijkt naar Heuneburg, dan kun je echt van een protostedelijke site wel spreken. Molaswa is vooral geconcentreerd op de top. Bij Kemmel heb je natuurlijk vlak voor de Kemmel de Monteberg. Kemmel als top zitten met het voorplateau, maar er is nooit archeologisch onderzoek op gebeurd. Voor een stuk, als je kijkt naar de materiële cultuur en de importen op sites als Heuneburg, Molaswa, wat we bij ons hebben, het is eigenlijk een beetje het kleinere broertje van. Ja. Wil dat dan zeggen dat die buitenlandse sites in Duitsland, Heuneburg bijvoorbeeld, of Molaswa in Bourgondië, dat die rijker waren dan bij ons? Of is het gewoon dat we ze hier nog niet gevonden hebben in onze regio's? Dat soort sites, die veel uitgebreider en meer bewoond werden dan algemeen bekeken kan je wel zeggen dat ze toch wel een grotere welstand hebben. Als je aan de Heuneburg zelf staat, dan zie je de Alpen. Hè? Ja. Dus je zit dus letterlijk aan de voet van de Alpen. Ja, en de bovenloop van de Donau. Je hebt de Etruskische connecties die daar heel duidelijk aanwezig zijn. Ook heel veel contacten met het noorden van Italië, met de culturen die daar zijn. Hè. Men weet ook van de Alpenpassen. Dus de Brennerpas als een van de meest gekende. Er zijn nog een aantal passen, die spelen daar ook een rol in. Ja, ze zaten dichter eigenlijk bij het centrum van de Keltische cultuur, de ijzertijdcultuur. Er is het economisch model van de Fransman Patrice Bruin voor de ijzertijd, waarbij je de Middellandse zeewereld hebt als het kerngebied, waarbij die Heuneburg, Molaswa, een soort van tussenschakels zijn. Wij zitten dan in de derde zone daarbuiten, maar daar worden producten in verhandeld. Denk maar aan slaven, honing, hout dat mogelijk is. Je hebt ook de amberroute, die nog altijd al van in de bronstijd bestaat, die toch ook via Centraal-Europa passeert. Dus echt wel heel lange connecties eigenlijk sowieso. Ja, het zijn heel lange connecties. We hebben die hoogtesites, voor de rest denk ik weinig, van elites in de boerderijen en in gebouwen. Wel natuurlijk die graven, en dan komen we misschien even bij Sascha terecht, want die zijn op zich wel telkens vrij typisch samengesteld, uit bepaalde kenmerken, bepaalde soorten objecten, of hoe kennen we die elites dan daarin?
Ja, er zit wel een patroon in. Van enerzijds, verreweg de meeste mensen worden in de IJzertijd vrij sober begraven. Wat we de urnenvelden noemen. Ze worden gecremeerd, ze komen in een potje of in een gat in de grond terecht. Zonder veel bijgave of... Ja, het meeste hebben ze misschien een fragment van een armband of een stukje scheermes. Ze zijn over het algemeen vrij sober en ook vrij egalitair. En dat zijn mannen, vrouwen, kinderen, iedereen wordt op dezelfde manier begraven. En dan hebben we vanaf de 8e eeuw voor Christus opeens die vorstengraven die er echt heel hoog bovenuit steken. En in die graven vinden we bijvoorbeeld heel veel bronzen vaatwerk, wat gebruikt werd voor wijn en medeconsumptie. Bij grote feesten, denk drinkgelagen als het ware. We zien wapens, zwaarden en later ook dolken. En een van de meest bijzondere elementen is dat er heel veel resten zijn van paardentuig en van hele rijk versierde wagens. En die wagens, dat waren... Je moet echt niet aan een boerenkar denken om van A naar B te komen, maar het waren echt met brons en soms zelfs met goud versierde praalwagens om de aandacht te trekken. Ze rinkelden ook, ze blonken in de zon. Dus die mensen die met die spullen begraven waren, dat waren echt wel lokale leiders die ook in die rol in de grond zijn terechtgekomen. Ja. En lokale leiders dan in welke zin? Wat was hun functie juist dan in die maatschappij? Kunnen we er iets van afleiden aan de hand van de grafgiften? Of? Ja en nee, we kunnen aan de spullen zien dat ze enerzijds zichzelf als krijger voor wilden stellen. Ze denken ook dat ze gastheer of gastvrouw waren bij grote drinkgelagen voor hun gemeenschap. Het feit dat ze die rijke paardenwagens hebben, wijst er ook wel op dat ze rondparadeerden en de aandacht wilden trekken als het ware. Later worden dat ook echte strijdwagens die hard gingen en wendbaar waren. Dus we denken wel dat ze een rol van groot aanzien hebben gehad. Anderzijds, we hebben geen paleizen, we hebben geen grote huizen. Nee. Dus, geen villa met jacuzzi. We hebben geen jacuzzi. Ik zeg altijd, ik denk dat je het eerder moet zien als, in ieder geval in onze streek, als boeren met iets extra's, de lokale leider van die gemeenschap. Die vervolgens wel duidelijk in een groot netwerk handelde van de spullen die we in die graven vinden, de zwaarden, de paardenwagens en het bronzen vaatwerk, die komen ver uit Nederland en België vandaan. De meeste komen uit de Hallstattcultuur of later uit de Latijnse cultuur van Centraal-Europa of in Frankrijk. Dus ze leefden en handelden wel in grote internationale netwerken. En we zeggen wel eens dat wij de periferie zijn van die elitecultuur. Maar dat moeten we misschien inmiddels ook weer een beetje beginnen om te denken. Omdat we zien juist een hele rijke, lokale grafgebruiken ontstaan, waarin mensen deze elites in die rol in de grond kenmerken. In Destelbergen heb je het klassieke urngrafveld met zes rechthoekige monumentjes. Je kijkt naar isotopen voor mobiliteit, maar je kunt ook het gewicht van isotopen in een bot wegen. Ja. Nu blijkt dus bij het doctoraat van Sarah Dallen dat de zes centrale graven blijken allemaal een ander gewicht, een lager gewicht te hebben, die wijst op waarschijnlijk toegang tot vlees- of maalproducten. Oh, dus de betere ja, ze hebben een betere dieet. Voor de rest zie je geen onderscheid, behalve het monument. Dus zeker lekker in elitegraven zou dat interessant zijn om te zien, omdat je los van dat ze al opvallen door hun wapens ook toegang hebben tot andere voedselbronnen. Ja, dat zien we bij het vorstengraf van Os ook terug. De vorst heeft ook een aandoening die vooral geassocieerd wordt met een heel rijk en vet en vleesrijk dieet. Ze dronken wijn en ze aten goed. Ik denk niet dat er zoveel... Allee, wijn wordt altijd... Ja, of bier, alcohol in elk geval. Dat is ook een onderzoek geweest dat vrij veel van het vaatwerk, bijvoorbeeld van de Hoijenburg en andere hoogsites, waarvan je op basis van de vorm zou zeggen dit is voor alcohol, voor drank gelagen, voor wijn. En die blijken voor zuivelproducten te zijn gebruikt. Dus in plaats van een wijnglas was het een yoghurtbeker. Ons beeld verandert dramatisch nu van de <Ja. laughs> En wat mij ook opviel, dat was dat je precies ook op het plotse karakter van die elitegraven. Ja. In de 8e eeuw begin je dat plots vast te stellen. Wil dat dan zeggen, 8e eeuw voor Christus wel te verstaan, wil dat dan eigenlijk zeggen dat pas vanaf die periode mensen zich sociaal beginnen te onderscheiden van andere mensen? Was dat dan voordien een meer egalitaire samenleving? Nee, we vinden eigenlijk ook voor de hele bronstijd, de periode ervoor, zijn er periodes waar we veel zwaarder vinden, rijke objecten, rijke sieraden. Dus die gemeenschap zal al langere tijd verschillen in status hebben gehad. Het grote verschil is hoe ze mensen identificeren in het graf. De
verrassende keuze om opeens die mensen als zodanig in het graf te identificeren. Want dat deden ze daarvoor niet. In de late bronstijd vind je bijvoorbeeld nooit een zwaard in een graf. Die werden ritueel gedeponeerd op natte plekken. En dan opeens rond 850, 900 voor Christus begint dat om te slaan, dat bepaalde mensen toch ook met hun zwaarden en hun rijkere objecten in het graf terechtkomen. En dat is echt wel een hele grote culturele verandering geweest. En waar die vandaan kwam, dat is dan natuurlijk de vraag. Komt die vooral hier voor, die traditie, die nieuwe traditie? Is dat iets van hier of is dat... Het lijkt erop dat het ontstaan hier vooral binnen wat men in archeologie noemt het Atlantisch gebied zit. Ja. Dus de Noordzeekust, de kanaalzone. Een van de oudste sites die je daar hebt is Cours Saint-Étienne, nabij Brussel in de Deinevallei. Daar zie je voor het eerst die sets voorkomen met de zwaarden en die paardentuig. En dit lijken vooral gebaseerd te zijn op zwaartypes die men Atlantisch noemt tegenover zwaartypes die eigenlijk meer in Centraal-Europa voorkomen. Maar heel snel vind je dat terug in Centraal-Europa en dan krijg je die wisselwerking met... Het lijkt dat die code zich een beetje eigenlijk in onze gebieden ontwikkeld heeft. En daarna dus dat is een beetje een wederzijdse, een ontwikkeling die langs twee kanten verloopt. Er zijn tradities of voorwerpen uit Italië die naar hier komen. Maar bijvoorbeeld een traditie van begraven, die dan naar meer een centrale regio van ijzertijdperiode gaat. De oudste voorbeelden, als je kan kijken in typologie van de wapens, lijken in de lage landen vooral voor te komen. In Engeland ook, maar daar blijven ze heel lang in het water deponeren. Worden. Ja, Engelsen zijn altijd iets anders op het taal. Ja, zo kennen we ze. Dat was eigenlijk al de eerste Brexit, hè, toen. Ja. En als we dan over hoeveel graven praten we dan? Praten we over tientallen graven of maar een paar? Het is heel variabel in de zin van het recentst opgegraven nunnengrafveld in Hofstade bij Aalst, waar je een grafveld van 400 graven hebt, hebben we één wapengraf gevonden. Al de rest blijft hetzelfde. Gelijk eenvoudig, simpele graven met bijna weinig grafgiften. In Neerharrikum, in een grafveldje waar er een stuk of 250 crematiegraven bekend zijn, heb je ook één wapengraf, maar met drie zwaarden, maar met vermoedelijk drie personen. En er is met zeker één man en een iets jongere vrouw en dan die derde persoon. Dus dat is eigenlijk altijd een combinatie van veel gewone graven tussen aanhalingstekens, gecombineerd dan met speciale graven. Ja. Dus eigenlijk echt een funerair landschap, want het gaat dan toch over veel graven, 400 hoor ik vernomen. Dat lijkt mij ontzettend veel. Kan nog groter, we hebben bijvoorbeeld in Nederland, ik heb me in mijn doctoraat gericht op de elitegraven uit 800 tot 600 voor Christus. Ik heb er in Nederland paar dozijn bestudeerd en dat varieert van een beetje rijk tot aan heel rijk. Mijn collega Arjan Lauwe die heeft de gewone urnenvelden onderzocht uit dezelfde streek en periode en die zit volgens mij op zo'n 40.000. Dus ze hebben het wel eens over de 1%, maar voor deze graven moeten we het echt over de 0,01% hebben. Dus absolute toplaag. Absolute toplaag. En in dat opzicht ook wel enigszins vertekenend, want wij als archeologen richten ons graag op de hele rijke graven met alle mooie spullen. Mm-hmm. Maar het is echt de uitzondering op de regel als we het hebben over ijzertijdgrafgebruik. En vooral door die rijke bijgiften of grafgiften daarin. Wat vertelt die ons over het leven van die absolute toplaag, die 0,01% waar je het net over had? Je vindt er onder andere wijnemmers in. Het zijn niet echt wijnemmers. Het zijn mengvaten die gebruikt worden. Ze worden bij ons in C al herbruikt, want meestal vind je er dikwijls de as in terug. Onder meer later in Wijsgagen en Eigenbilzen heb je die kaalstaan die gebruikt zijn. Maar die hangen samen met het symposium. Ja, drankgelagen, een soort van soms intellectuele discussies. Maar het is een heel sterke mannenwereld waarin dat voorkomt. Je ziet dat wel een belangrijk sociaal aspect is van het samen zijn van het geheel. Allianties smeden eigenlijk, min of meer. Netwerken. En toch pronken met, ik heb een wijnemmer uit het Amerikaanse gebied. Ja, dat zal natuurlijk een status zijn. Of een rijke wagen die je kan laten zien. Ja. Ja. Je vermeldde juist bij Nera Reken dat er één man en een vrouw. Daarnaast zei je dat in het Griekse gebied dat soort netwerking, dat vooral een mannenaangelegenheid was. Weet we iets qua gender over die elite? Zijn er ook vrouwen die tot die elite kunnen gerekend worden? Vrouwen kunnen sowieso tot die elite gerekend. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een van de bekendste graven, Vix, is een vrouw. Mm.
In Nederland en België is het wat lastiger te zeggen, omdat het zulke vroege vondsten zijn, werden de crematieresten vaak weggegooid of niet verzameld. Omdat er destijds niks mee, men kon er niks mee, dus dat was niet interessant. Dus we hebben eigenlijk maar van een hele beperkte selectie van die elitegraven, dus überhaupt de botresten om te bepalen wat het geslacht van de overledene is. Bijvoorbeeld voor die vroege periode hebben we er geloof ik 5, waar er überhaupt crematieresten aan een graf te koppelen zijn. En dat zijn wel allemaal mannen waar het bepaald kon worden, maar bijvoorbeeld een later graf uit Nijmegen, dat lijkt een vrouw te zijn. En die is begraven met een strijdwagen en een enorme speerpunt, die we verder misschien wel enigszins mannelijk doen aan qua objecten, maar dat lijkt toch echt een vrouw te zijn. Cool. In Frankrijk ziet men wel dat je daar in een latere fase in een aantal gebieden eigenlijk heel typische grafstijls krijgt van vrouwen. Die wapenen gaan verdwijnen, maar je krijgt iets. Onze stad met armbanden, iets dat bij ons niet voorkomt, dat we spijtig genoeg niet kennen. Je hebt ook nog de zogenaamde prinses van Vix, het meest bekende graf eigenlijk van rond de Molassois. En dat is eigenlijk een heel grote... Dat is ook weer in Frankrijk. Met de fameuze grote krater, de grootste die er is. Wacht, en een krater is een wijnvat? Een mengvat, moet ik mij dat zo voorstellen? Het is een mengvat met, als je hem volledig doet, kan er 1200 liter water in. Oh, dat is gigantisch. Wijn. Dat is echt super. Dat kan je als een feestje doen. Dus, het is het grootste stuk en het komt uit Zuid-Italië. Het is een uniek stuk. Het is het grootste dat ooit gevonden is. Ja, wel, dat heb ik daar straks ook al over overdressing. jij bent daar heel goed in, Sascha. Een heel stijlvol, moet ik zeggen. Weet je eigenlijk ook iets over die kledij? Want je hebt daar een kussentje bij en dat is eigenlijk gebaseerd op grafvondsten, denk ik. Ook een kussentje van een bepaalde wol? Of, Het kussentje wat ik bij me heb is een stukje replica van wat we de oudste jurk van Nederland noemen. Komt uit een eigenlijk heel afwijkend elitegraf dat in de buurt van Os is gevonden bij Udeslaarbroek. Dat ligt hemelsbreed 10, 20 kilometer van elkaar vandaan. En daar hebben we een graf gevonden van iemand die begraven was met hele rijke bronzen armbanden en bronzen enkelbanden, bronzen en ijzeren kledingspelden, had metalen ringen in het haar. Van het skelet was bijna niks over. We vermoeden dat het een vrouw is op basis van de sieraden, maar we hebben dus helaas geen botresten om dat met zekerheid te zeggen. Maar het bijzondere is dat ondanks de vreselijke conservering in de zandgrond, er rond de bronzen sieraden textiel bewaard was gebleven. Wollen textiel. En dat komt bijna nooit voor in de archeologie. We hebben uit deze periode 2 graven waarin het voorkomt. Dit graf en het volgende graf van Os. En het hele bijzondere aan die oudste jurk is dus dat we zelfs het weefpatroon en de kleuren konden vaststellen met verder onderzoek. En het blijkt dus dat zij een jurk aan had van rood en blauw geblokte stof. Ja. Ja, mooi. Het is eigenlijk wel inderdaad uniek. Voor de rest weten wij niet zo heel veel over de kledij in die periode. Ook niet van die elite. In onze streken weinig. Weet je, we hebben wat vondsten uit het veen van kleding. We hebben natuurlijk wel de metalen onderdelen, de kledingspelden, de sieraden en al die dingen. En bijvoorbeeld in het Hallstattgebied zelf, in Oostenrijk, wordt er heel veel textiel gevonden in de zoutmijnen. En omdat het daar tot zout geconserveerd wordt. Dus we hebben wel enigszins een beeld van hoe kleding er in die tijd uitzag. De vormen die ze droegen. Het was inderdaad ook wel al een redelijk kleurrijk geheel. Ja. Maar dit is de eerste keer dat het in Nederland of België is aangetoond voor deze periode. Dus ook hier droegen mensen heel kleurrijke kleren met motiefjes allerhande. Absoluut. Ja, we hebben dan die elite, maar voor de rest heb ik dus inderdaad heel weinig tekenen van die elite in de nederzettingen. Hoe moeten we de rest van de maatschappij dan voorstellen? En hoe zien we dat archeologisch? Ik denk dat het vooral landbouwersgemeenschappen moeten geweest zijn. Ja, dus archeologisch zijn wij gewoon boerderijen. Boerderijtjes, kleine boerderijtjes in het landschap verspreid. We zitten ook met 2 verschillende landschappen eigenlijk in België, met enerzijds het noorden met een zandstreek, dan het zuiden waar je de leembodems krijgt, waar je toch wel een verschil ziet. Die zandgronden denkt men meer nog aan zwervende erven, ook met uitputting van de bodem. Dat betekent dan dat de erven voortdurend verplaatst werden, naarmate dat de bodem uitgeput werd, dan zocht men een andere locatie op om daar weer een boerderijtje te starten. Dat hangt waarschijnlijk soms vast met uitputting van de bodem, maar er zijn ook andere theorieën die zeggen van dat het bij het afsterven van de stamvader van iemand, dat men de kinderen die een andere boerderij hebben, die verplaatsen ook van de grond. Ga je wat zuidelijker, daar heb je al sneller een tendens dat eigenlijk die boerderijtjes
standvastiger blijven. Mm-hmm. Ja. Je ziet dat algemeen optreden naar het einde van de ijzertijd. Het probleem dat we hebben, de materiële cultuur die wij terugvinden, is meestal beperkt. En als je het kan dateren in een fase, ben je al tevreden, maar je ziet soms toch wel dat er op een bepaalde plaats een continuïteit zich niet af te tekenen. Maar in het algemeen zeg ik verspreide boerderijtjes, kleine gemeenschappen, boerenleven met akkers, met veeteelt. Ja, dat is het standaardbeeld dat je mag verwachten. Ja. Dus ja, toch ergens ook wel een gelaagde maatschappij, Hilde. Mm-hmm. En dan denk ik dat Tolkien daar ook nog wel iets over had te zeggen. Ja, dat brengt ons eigenlijk bij onze vaste rubriek in deze reeks. We zijn nog eens langsgegaan bij Elanor, dat is het Vlaamse fantasygenootschap. Er is al even een Keltisch revival aan de gang. Vorige was eigenlijk eind 19e eeuw, maar die heeft een herleving gekend wanneer ook de boeken van Tolkien verschenen en bijzonder ook de verfilming van die boeken door Peter Jackson, die vooral verantwoordelijker voor was om het Keltische aspect weer opnieuw in beeld te brengen. En die heeft dat eigenlijk wel wat uitvergroot en opnieuw de Keltomanie in gang gezet. Mensen die daar veel over te zeggen hebben zijn mensen van Elanor, Roel Spar, Marie Peters en Hedwig Slembroek. Zij zijn helemaal doordrongen van de boeken van Tolkien en bijzonder The Lord of the Rings. En laat ons eens even horen wat zij te zeggen hebben over die standen, rangen en groepen in de samenleving van de ijzertijdperiode van de Kelten. Ik ben Hedwig. Ik ben Marie. Ik ben Roel. Wij zijn Elanor. Er wordt gezegd dat Tolkien zijn verhaal fantasie is, hè? Maar elk personage, elk bevolkingsgroep is een karaktertrek van mensen. Hobbits, dat is zowat de nederige mens die het meest tolerante is. De elfen zijn de mens die van de natuur uit. De dwergen, dat zijn de hardwerkende. Ook weer een aspect van de mens. En dat is eigenlijk voor de ork net hetzelfde. Dat is, als je de beschrijving van een ork neemt, zijn dat niet de orken van Peter Jackson. Dat zijn gewoon slechte mensen. De gauw, dat is het aards paradijs. Er is quasi geen hiërarchie. Dus elke gemeenschap heeft zijn facet van de mens. En dat komt dan samen in dat verhaal. En uiteindelijk die elf, hè, die dan toch samen bevriend is met een dwerg, dat eigenlijk in oorsprong oorlog voert met elkaar, gaan dan samen toch door dezelfde deur eigenlijk. Hè. In samenwerking. Dat is ook wat zijn verhaal is. Hè. Dus geen fantasie. Dat verhaal is geen fantasie. Dat is een verhaal uit het leven gegrepen. Ik denk dat samenwerken inderdaad wel een sleutelwoord is, want ja, daar zit ook een antiracistische component aan. Dwergen en elfen die kwamen historisch niet overeen, maar je ziet dan toch dat ze gaan samenwerken, toch vriendschap sluiten. Als het over standen gaat, wordt het niet echt expliciet... Ik heb er een korte analyse van gemaakt. Dus evenveel volkeren, evenveel organisatievormen. Sauron en zijn orks, dat is een absolute dictatuur. De Rohirrim, dat is het paardenvolk. Dat is een feodale structuur. Je moet dat binden aan de Tolkien, die in 1890 ergens geboren is. Het denkpatroon dat er toen was over wat normaal was, zal ik maar zeggen, in die maatschappij is duidelijk anders dan nu. You've some skill with a blade. The women of this country learned long ago. Those without swords can still die upon them. I fear neither death nor pain. En een voorbeeld daarvan, er zijn relatief, om niet te zeggen geen vrouwen die een toprol spelen. Het zijn allemaal bijrollen dat de vrouwen krijgen. To stay behind bars until youth and old age accept them. And all chance of valor has gone beyond recall or desire. Er zijn weinig vrouwen in, maar ze spelen wel allemaal een heel belangrijke rol in het verloop van het verhaal. Peter Jackson heeft dat ook aangevoeld en heeft dat een beetje gecompenseerd door een aantal vrouwen een belangrijkere rol te geven. Maar voor de puristen weer is dat een probleem. Hè? I do not think that will be your fate. In fantasie is het element magie aanwezig. Dat is wat het verschil is met science fiction. In science fiction is er wetenschap aanwezig. Dus daardoor moeten er magische voorwerpen zijn, zoals magische zwaarden, magische ringen, magische bollen. Shots of Narsil.
waarom is dit zwaard nu zo belangrijk in het verhaal? Omdat dat het zwaard is, dat is ooit door de elfen gesmeed en is gebruikt geweest in een oorlog waarbij Sauron zijn vinger met de ring afgehakt wordt. Maar dat was al gebroken door Sauron. No more than a broken man. Wat eigenlijk heel raar is, want het is een magisch zwaard dat gebroken wordt, dus je moet niet vragen wat voor een machtig persoon dat was. Die stukken van dat zwaard, die worden bewaard en wordt eigenlijk in het vooruitzicht gesteld dat de nieuwe koning die er zal komen, de enige zal zijn die dat zwaard kan hanteren en die daardoor ook zijn koningschap zal bewijzen. They will answer to the king of Gondor. Het is pas later dat dat terug gesmeed wordt door de smeden van Rivendell. En dat wordt dan Anduril. Anduril, the flame of the west, forged from the shards of Narsil. Dat is het zwaard van Aragorn. Dus dat is de geschiedenis van het zwaard. Ja, we horen heel opvallend Roel het zwaard vernoemen. Een zwaard trouwens dat gebroken is. Dat is geen toevalligheid, want ook in de ijzertijdperiode wordt dat wel vaker gevonden, een gebroken zwaard. Klopt. Dat is iets dat niet per ongeluk gebeurde of niet toevallig, vermoed ik. Nee. Het klopt dat de zwaarden die we terugvinden in die rijke elitegraven, die zijn eigenlijk altijd, in ieder geval in de vroege periode van de ijzertijd, gebogen, gebroken of rondgebogen. Zoals bijvoorbeeld ook het zwaard van het vorstgraf van Os, was een van de iconen van de ijzertijd in Europa. Het is een prachtig lang zwaard van ijzer met een hout handvat waar ook brons en goud en zelfs lood en bewerkt been als versiering op is ingezet. Ja. En heb je het eigenlijk daarbij, maar in de vorm van een armband? Ja, klopt. Ja. Ik heb toen ik promoveerde van collega's een armband in de vorm van dit zwaard gekregen. Ja. En ja, dat is natuurlijk een fascinerend idee van waarom hebben ze zo'n prachtig object op deze wijze vernietigd. Ja. Er zijn een heleboel verklaringen voor te verzinnen, maar het hangt waarschijnlijk samen met een combinatie van het feit dat dit dus een nieuwe periode is waarin ze opeens tegen alle voorgaande culturele conventies in zwaarden in graven stoppen. Dus misschien is er een element van, eigenlijk hebben we hier nog wel een beetje een taboe op, dus we maken het zwaard onklaar voordat we het in het graf stoppen. Anderzijds moeten we realiseren dat dat idee van verbuigen en breken en fragmenteren niet alleen bij die zwaarden gebeurde, maar bijna alle grafgiften die meegingen in die elitegraven was dit een element. Dus het kan ook een heel, ja, ik zeg altijd heel Hollands of heel Belgisch gebruik zijn geweest om je objecten eerst kapot te maken voordat je het in het graf plaatste. Is dat dan eigenlijk vooral om te tonen hoe rijk we zijn? We kunnen rijke, kostbare voorwerpen gewoon vernietigen en daarmee begraven worden? Dat kan zeker een element zijn. En dat sluit enigszins ook aan op het voorgaande gebruik van de depositie. Dat je kon laten zien hoeveel je kon afstaan als het ware. Dat echt uit circulatie werd gehaald. Anderzijds moet je ook realiseren dat zo'n elite begrafenis, dat was een evenement. Daar zal waarschijnlijk heel veel mensen op af zijn gekomen. Moet ook wel, als we kijken naar hoe groot de grafheuvels zijn die er overheen komen te liggen. Die uit Os is 50, meer dan 50 meter in diameter. Dus dat hebben ze kinderen niet alleen gedaan, zeg maar. Dus het was ook een soort visueel spektakel. Dus je kan ook denken aan het idee van bijvoorbeeld de zoon van een leider die zijn vader als grote rijke leider begraaft, laat zien, dit is waar ik vandaan kom. Dit is hoe rijk wij zijn en wat voor soort leiders wij zijn. Dus door die rijkdom te tonen tijdens een begrafenis werden de dode elites als zodanig geïdentificeerd en daardoor ook de mensen die overblijven. Ja. En laten zien dat je het kan permitteren om zo een kostbaar ding dat heel exotisch is, van ver komt, te deponeren eigenlijk. Kan dat zijn? Het kan ook zijn dat, net als het zwaard van Aragorn, dat die zo gekoppeld was aan de identiteit van die vorst van Os, dat geen enkel ander persoon hem mocht gebruiken en dat hij daarom juist vernietigd in het graf meeging. Dat het zijn zwaard was en het was zijn voorrecht om die te gebruiken. Dat vind je voor een stuk terug, maar dat is wel middeleeuws in die Iers-Keltische verhalen. Waarbij het zwaard echt geassocieerd als een soort zielsverwant van de persoon die het gebruikt. Ja, dus dat bekend is natuurlijk het Arthur-verhaal. Ja, als je afsterft, mag niemand anders het gebruiken. Hè? Ja, een ander aspect zijn die wagengraven die we al hebben genoemd.
Jullie hebben nu dat project lopen, Chariots on Fire. Yep. Van waar dat project eigenlijk? Zijn er zoveel wagengraven bij ons gekend? Of? Niet zoveel, maar ze zijn wel spectaculair. Ja. Het Chariots on Fire project komt eigenlijk voort uit een recente ontdekking van een nieuw wagengraf uit de 5e eeuw voor Christus bij Heumen. En daar zat dus inderdaad de resten van een tweewielige strijdwagen, een zwaard, een groot mes, bronzen vaatwerk, noem maar op. Het zat er allemaal in. En dat was eigenlijk een trigger om alle gelijktijdige graven uit Nederland en België opnieuw te bekijken met alle nieuwe technieken die we nu hebben. Om zo ook een beeld te vormen van wat zijn die elites in de 5e eeuw voor Christus dan. En die wagens werden die bij ons gemaakt, dat was ook, zijn het ook objecten die van... Nee, die zijn niet, eigenlijk bijna alles wat je in die graven vindt, die komen van ver. Niet alles, bijvoorbeeld Vorst van Os is en een aantal andere elites zijn begraven met lokaal gemaakte bijlen. Dus we zien ook wel dat die grafsets lokaal worden samengesteld. Het is dus niet dat je een krijgerset bestelt uit het Hallstattgebied en dan linea recta de grond ingaat. Dus ze hadden zeker wel ook een begrip van wat die objecten betekenden, hoe die gebruikt worden of te worden. En die wagens die zijn eigenlijk ook allemaal importstukken. We zien ook dat ze lang gebruikt zijn geweest. De bitten van de paren zijn vaak bijna doorgesleten. En ook daarin zien we een evolutie in een paar honderd jaar. Dat aan het begin van de ijzertijd zijn dit vierwielige wagens die echt voor display zijn gemaakt. Van zie mij hier op mijn geweldige kar voorbij komen. Terwijl richting de 5e eeuw worden het tweewielige wagens die echt gemaakt zijn om snel te gaan en om heel wendbaar te zijn. Dus eerder een racewagen of een strijdwagen. Van een SUV naar een Ferrari eigenlijk. Basically wel, ja. Ja. Maar dan wel allemaal van echt de topmerken. Ja. Werden die vooral dan voor militaire doeleinden gebruikt? Of toch gewoon ook transport? Nou, voor die vroege wagens zal het transport en display zijn geweest. Die zijn niet gemaakt om heel hard te gaan. Dat zijn eigenlijk grote rechthoekige platforms waar ze waarschijnlijk zelfs op gestaan hebben in plaats van gezeten. Terwijl die iets latere tweewielige strijdwagens die zijn gemaakt om hard te gaan en om wendbaar te zijn. En we weten ook uit de teksten van bijvoorbeeld Caesar dat die gebruikt werden in de strijd. Maar het is niet dat er dagelijks strijd is. En dus ze zullen ook wel voor andere doeleinden gebruikt zijn. We zien bijvoorbeeld ook op vaatwerk uit het Hallstattgebied hele verhalen afgebeeld van races en de grote reizen die ermee gemaakt werden. Dus ze zullen multi-inzetbaar zijn geweest. Ja, wat dat krijgersaspect ook van die elite? Meegeven van die wapens, van die wagens in die graven. Je hebt nu ook nog een ander zwaard bij, een replica. Is dat bijvoorbeeld een zwaard dat echt in gevechten zou kunnen gebruikt geweest zijn? Het zwaard wat ik mee heb is inderdaad een replica van een Mindelheimzwaard. Dat is het vroegste type ijzeren zwaard dat we kennen. En die werd zeker ook, zover we dat kunnen beoordelen, in strijd gebruikt. Anderzijds, bijvoorbeeld het zwaard van Os, is een stuk langer dan een gemiddeld zwaard. De meeste Mindelheimzwaarden zijn 90, 95 centimeter. Die van Os is 116. Dus dat is wel significant groter. En het handvat is zo rijk versierd met hele fijne decoratie. Als je daar echt regelmatig iemand mee de pan in ging hakken, dan redde dat zwaard niet. Dus enerzijds heb je hele praktische wapens en anderzijds heb je ook meer wapens ceremoniële. Die meer voor display zijn gemaakt. Van, we hebben een aantal uit Europa van die rijke goudversierde zwaarden die ook waarschijnlijk uit één workshop komen. Dus het is een combinatie van dingen. Enerzijds waren er zeker krijgers. We zien zelfs bewijzen voor legers in deze periode. Anderzijds, net als de koningen nu, lopen ze ook vaak met ceremoniële displayswaarden. Ja, en dan moeten we toch ook eens even stilstaan bij dat zwaard dat hier op tafel ligt, want dat is toch wel speciaal. Een zwaard op tafel, dat gebeurt niet in elke aflevering. Het is natuurlijk een replica, want een origineel, dat zou uiteraard niet kunnen. Kan je het even beschrijven hoe het eruit ziet? Ja, het is een ijzeren blad die een soort verloopt van smal naar breed naar weer wat smaller. En het heeft in dit geval een houten handvat met een grote knop aan het uiteinde. Wat niet uit je hand kan schieten. En het is een eenhandig slagzwaard. Dus je houdt het met één hand vast in plaats van twee handen zoals later in de middeleeuwen werd gedaan.
En het is voornamelijk gemaakt om... Ja, je kan er ook mee steken, maar het is vooral een zwiepende, snijdende... Ah, ja. Het is wel degelijk een zwaard. Tweezijdig. Ja. Het is wel echt een zwaard. Ja. Maar bijvoorbeeld in de vroege bronstijd heb je echt steekzwaardjes... die echt gemaakt zijn om te prikken. Ja. Dit kan allebei. Ja. En het feit dat die steeds langer worden... heeft waarschijnlijk ook iets te maken met vechten vanaf een paard. Mm-hmm. En dan is er nog iets heel speciaals. Als je gaat kijken naar de show notes bij deze aflevering... dan ga je foto's van dat zwaard kunnen zien. En dan zal het opvallen... dat er ook lijnen getrokken zijn in het metalen gedeelte. Ja. Waarvoor diende dat precies? Het is wel mooi. Heeft dat een... Enerzijds is het versiering? Is het versiering en versterking van het blad. Maar het kan ook te maken hebben met het verloop van bloed uit het blad. Ach, oké. Okay. Gruwelijk. Ja. Het blijft natuurlijk... Het blijven wapens. Ja. Het zijn mooie objecten en ze spreken tot de verbeelding. Maar het zijn in hoofdzaak... Ja. Moordwapens. Ja. En hebben we voor de rest sporen van conflict in de archeologie? Dat is een heel moeilijke zaak om te herkennen natuurlijk. De meest duidelijke indicatie die men recent toch heeft onderzocht is in Noord-Duitsland, in Tollensen, waar men een spoor heeft aangetroffen van een slagveld van schattingen zei dat er zeker een van de schattingen is 1000 à 2000 mensen zouden aanwezig zijn geweest. Dus... Er zijn wapens teruggevonden, ook gewoon houten wapens. Dus echt wel een georganiseerde slag, niet zomaar een conflictje tussen twee boerengemeenschappen, maar echt wel iets georganiseerd. Nee, men ging er veel van uit dat het eigenlijk dikwijls heel veel in de metaaltijd nog kleinschalig is met raids. Daar zie je wel effectief dat het een hele grote gemeenschap is. Men heeft ook strontiumanalyses gedaan op het botmateriaal. En bij sommigen zie je duidelijk dat een strontiumsignaal is dat lokaal is, maar er zijn ook duidelijk groepen aanwezig die vanuit het zuiden komen. Ja. Moet je spreken van huurlingen, zijn het mensen met wie je bondgenootschappen aan het aangaan hebt, maar het blijkt dat er een heel complex geheel is. Misschien niet abnormaal voor die regio, want in de vroege bronstijd heb je daar, dus de regio van de Unetice-cultuur, en een van de laatste hypotheses die de archeologen daar hebben gesteld is dat je daar al een heel sterk hiërarchische maatschappij ziet zo vroeg, met bijldepots, maar die bijlen zijn symbool voor krijgersgroepen als het ware. Ja, als we dan naar later gaan, hè, naar de periode van Keizer bijvoorbeeld, die vermeldt eigenlijk conflict natuurlijk, maar conflict met heel grote groepen eigenlijk, met stammen. Die stammen, daar kennen we een aantal namen van. Menapi, Morini, Nerviers. Die hadden allemaal een eigen territorium. Denk de Morini aan de kust. Menapiers ten westen van de Schelde bijvoorbeeld ongeveer. Of... Tussen Noordzee en de Schelde leiden ongeveer. Ja, dus ze hadden allemaal min of meer een bepaald territorium. Zijn dat vaste territoria, denk je? Of is dat meer een vloe concept? Of... Ik denk dat je een beetje moet flexibel daarin zijn. Voor een deel is de afbakening van de territoria zoals ze nu kennen... gebaseerd op de laat-Romeinse indeling in bisschopsdommen. Je hebt ook natuurlijk bepaalde type muntslag die men kan associëren met bepaalde gebieden. Maar ik denk niet dat je dat als, eigenlijk als een... Dat zijn de Keltische muntjes eigenlijk. Dat zijn die Keltische munten die men heeft. Dikwijls de naam van de stam op die ze geslagen heeft. Bij ons heb je het minder. Men associeert het meestal met het gebied. Wij kennen eigenlijk, we hebben wel de namen die we kennen van Vercingetorix, maar van hen heb je geen munten met namen erop. Het zijn later namen zoals Versio die voorkomen. Maar ik denk dat het concept van die stammen is dat je een beetje flexibel moet zien. Caesar beschrijft onder meer dat er een aantal substammetjes zijn die schatplichtig zijn aan de Nervi. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met leidersfiguren. Hoe meer uw economische macht en uw politieke macht is natuurlijk, hoe meer je mensen aan u kunt bieden. En kan het eventueel ook zijn, want wanneer moeten we die stamverbanden die we dan kennen, dat is iets echt van die laatste fase, of kunnen we dat eigenlijk terugdenken tot aan de vroege ijzerstijd bijvoorbeeld? Dat kun je niet echt zeggen. Dat is iets dat in die periode ontstaat. De stamverbanden, vroeger heeft men nog geprobeerd op basis van de materiële cultuur, die je terugvindt, om effectief dat allemaal aan stammen te gaan toewijzen. Daar is men nu van afgestapt en je ziet nu wel... grote zones waarin je materiaal... Je hebt bijvoorbeeld het Scheldebekken en het Maasbekken... waar je verschillen tussen hebt, als je dat in brede lijnen bekijkt... maar dat zijn geen scherpe lijnen, om het zo te trekken. Ja. Je ziet natuurlijk ook wel... Kelten verhuren zich al snel als huurlingen. En die verspreiden zich tot in Klein-Azië. Tot in Centraal-Turkije zitten die. En daar spreekt men soms ook van stammen. Vooral altijd de figuur van iemand die zich als een... krijgsgeheer of een warlord, zoals men dat nu tegenwoordig noemt, kan opwerken, dat die vooral daarin een gebied kan controleren en mensen kan volgen.
En dat zijn dan die figuren zoals Ambiorix, Vercingetorix, die we kennen van Keizerrijk. Die wij vooral uit een Romeinse bril dan wel kennen. Die kennen we, ja, of zo uit de Romeinse bronnen. Ja, die, ja. We hebben al heel kort over die muntjes gehad. Weten we iets van de functie van die? Want het zijn dikwijls gouden munten ook, zilveren munten, echte pronkobjecten. Is dat ook een uiting van die elite? Zijn het echt monetaire objecten of is het ook een uitwisselingsobject? Ik denk niet dat de gouden munt die we kennen, die op dat moment circuleren, als een held zoals wij het nu zien gebruikt worden. Caesar beschrijft zich dat de stammen zich op een bepaald moment gaan verenigen. En ziet men in het kader van die militaire activiteiten van Caesar en dat onderlinge stammen verbanden aangaan. Het was dus eerder geen betaalmiddel, maar wel een... Ook een manier om allianties eigenlijk te smeren. Ja, een vorm van betaalmiddelen, maar niet zoals wij courant betalen. Nee. Maar het idee van, zoals we hadden, ik geef u zaken dat om een verband aan te gaan, in ruil krijg je iets. Een geschenk van, eigenlijk, een relatiegeschenk, zoals wij het gaan. Ja. Maar die veel dieper gaan dan wat wij als economische transactie nu zien, maar die ook effectief u moreel verplichten om daar iets tegenover te stellen. Mm-hmm. Even terug over die wapengraven. Het vermelde straks 8 tot 5e eeuw is die onderzoek gegaan. Is het omdat ze daarna niet meer voorkomen of... Daarna het concept van elitegraven met die combinatie van objecten, die sterft een beetje uit daarna. En binnen de objecten zien we dus een verloop van dezelfde categorieën objecten, maar net andere invullingen ervan, net ander vaatwerk, net dus andere soorten voertuigen. En de zwaarden veranderen dus ook van die lange slagzwaarden naar de kortere steekzwaarden. Dus er zit wel een evolutie in, die deels ook met de contacten samenhangt. Waar ze in het begin vooral contact hadden met Centraal-Europa, met de halfstadcultuur, zien we in verloop van tijd een verschuiving meer naar het zuiden, naar de Latijnse cultuur, die vooral vanuit Frankrijk onze streek bereikt. Die wagengraven, dat is toch iets speciaals, hè? En je gelooft het of niet, maar je noemt het nu in verband met de ijzertijdcultuur, maar je gelooft het of niet, er bestaat ook een recent wagengraf. En misschien zelfs meer dan één, maar er is een artikeltje dat, ik heb het hier ook bij me, aangeeft dat er een jetset-figuur van Beverly Hills 44 jaar geleden in een Ferrari is begraven. Het schijnt wel vaker te gebeuren dat mensen inderdaad in hun auto begraven willen worden. Merkwaardig. Ja. Ja. Of men schiet een Tesla de ruimte in. Kan ook. Onze tijd zit er alweer op, Erwin. Jammer, het was een boeiend gesprek. En in elk geval wat ik van deze archeotoog mee naar huis neem, dat zijn toch wel wat inzichten, nieuwe inzichten voor mij. Onder andere dat de Kelten uit de ijzertijd een gelaagde samenleving kenden, met een uitgesproken elite, die ook heel graag hun status toonden aan iedereen. Wat ik ook meeneem is dat de elite soms ook wel contacten onderhield met verre regio's, met Italië, met Centraal-Europa, Donaugebied. Dat de meeste Kelten of ijzertijdmensen wel eenvoudige boeren waren, eigenlijk die grotendeels zelfvoorzienend waren. Inderdaad, Hilde, we hebben er veel bijgeleerd. Dankjewel, Guy de Mulder en Sascha van der Waart Verschoof, voor jullie tijd en voor jullie interessante inzichten. We weten nu eindelijk hoe dat we ons moeten gedragen als een ijzertijd-elite. Af en toe Robertje vechten, een feestje achteraf, of veel feestjes achteraf. Spaanse wijn erbij, of Zuid-Franse wijn, of toch eerder melk, jammer genoeg. Of bier. Of bier. Sharply dressed. Fijn dat je het zo oplijstte. Niet veel veranderd, de Hilde. Behalve misschien dat vechten. Misschien dat we beter een voetbalclub opkopen. Dat is ook een goed alternatief. En Hilde, is jouw Lamborghini al opgeblonken voor het feestje dit weekend? Mijn autopolish staat al klaar. Voilà, geweldig. En dan voor de volgende keer, zet de ketel al maar klaar. Pluk maar wat marentak en bilzekruid. En dan gaan we ons richten naar Toetatis. Want we duiken dan in de diepere zielenroerselen van de Kelten. Voor deze keer alweer dank aan de Heemkundige Kring van Lint voor hun gastvrijheid, de mensen van Elanor en aan Chris, Ludwine en Marleen voor het vele werk achter de schermen. Een extra woordje van dank aan Ludwine, want dit is haar laatste archeotoog, aangezien we ze hebben uitgehuwelijkd aan een andere stam. Enfin, ze gaat andere professionele oorden opzoeken. De hele archeotoogploeg zal haar missen en we wensen jou natuurlijk heel veel succes. Dit was het dus alweer. Voor de show notes is er één adres, www.onroerenderfgoed.be/de-archeotoog.
Daar vind je de foto's, onder andere die foto van het zwaard, het replica dat hier vandaag besproken is, ook het textiel dat getoond is. Je vindt er ook achtergrondinformatie en links om ons te beluisteren. Niet vergeten om ons te volgen op je favoriete luisterplatform, want zo komen nieuwe afleveringen van de Archeotoog automatisch in jouw feed terecht. En zoals gewoonlijk sluiten wij ook deze aflevering weer af door eens goed te klinken. De school allemaal. School. En bedankt. Tjiggie.